Er is een grote vraag naar specialistische logopedisten in Suriname. Dat zegt Gracia Nelson, logopedist van het Sint-Vincentius Ziekenhuis. De uitvoeringsorganisatie Twinningsfaciliteit Suriname-Nederland heeft hierop ingespeeld en heeft 7 logopedisten de kans gegeven om in Nederland een verdiepingsstage te lopen. Het project dat uitgevoerd wordt door de Logopedievereniging in Suriname en de Hogeschool Rotterdam is gericht op de positionering van logopedie in Suriname. Gracia Nelson is een van de projectleiders die ook participeert aan de verdiepingsstage. Ze benadrukt dat de stage onderdeel is van een groter project waarbij de bereikbaarheid van de logopedistische zorg voor communicatief kwetsbare personen in Suriname wordt verbreid. En we daarmee eigenlijk alle zorg, andere zorgprofessionals zullen leren, samenwerken om de zorg voor mensen met een communicatief kwetsbare gesteldheid en mensen die problemen hebben met slikken, beter van dienst te zijn en betere zorg te kunnen geven. Ja, want u moet weten, in Suriname zijn er op dit moment te weinig logopedisten om alle mensen met een kwetsbare communicatie of slikproblemen bij volwassenen of eet- en drinkproblemen, ook bij jonge kinderen, te kunnen helpen. En om toch die mensen te kunnen begeleiden op de een of andere manier, kan het dan dus niet direct, maar is het van belang om daar in de samenwerking te zoeken en de rol van coach meer op je te nemen. En samen dan bijvoorbeeld met leerkrachten te werken aan de communicatie, de interactie verbeteren tussen leerkracht en kinderen, daar een rol in te nemen. De resultaten van het onderzoek komen volgend jaar in de maand juni binnen. Nelson zegt dat uit de resultaten een voortgezet project kan voortvloeien. Tijdens de stage ervaart zij niet alleen mooie vergelijkingen met Suriname, maar doet ook veel inspiratie op over zaken die in Suriname anders aangepakt kunnen worden. Ik heb de afgelopen week bijvoorbeeld in 3 ziekenhuizen meegelopen op de neonatale afdeling. En dat zijn dus de prematuurtjes waar ik vooral op richt. En het drinken dus bij de prematuurtjes. Hoe breng je het drinken, het voeden op gang bij kleintjes die wanneer ze geboren zijn nog niet toe zijn aan voeden, aan drinken. En dat is nog niet ontwikkeld in Suriname. En door die ervaring denk ik dat middels samenwerking met het personeel, met de kinderartsen, met de verpleegkundigen, we iets op poten kunnen gaan zetten die voor de prematuurtjes een hele mooie ontwikkeling zal betekenen. Dit is niet de eerste keer dat een Surinaamse groep in Nederland een verdiepingsstage loopt. In het verleden is het al eens gebeurd. De huidige stage duurt 2 weken en wordt bekostigd door fondsen van de Twinningsfaciliteit en de Nederlandse overheid.